Hello and welcome, garden friends, to this episode of Year of the Garden, coming to you this week in English. Last week we spoke about trees. We will speak a little bit of trees this week, but this week we will be discussing mostly edible gardens, vegetable gardens, stuff from your garden, what you can eat. And as such, we have invited to be with us today in the studio, Neta Palkovic. Welcome, Neta. Thank you, Robert. Very welcome. You are a, you are a space lawyer. Yes, that's true. So what brings you on our show? I have a PhD in space law, also from Leiden University. Space law. Yeah. Very good. But we're not here today to discuss space law, although that would make for a very interesting show, I think. We're here to discuss vegetable gardens, because that is your other passion. So you run a blog called Seeds in the City. How do you get into vegetable gardening? Well, I'm originally from Israel, and about 10 years ago I came here for my studies, to study space law. And, I found that if you go and you buy a cucumber in the supermarket, it's different, and it doesn't taste that excellent. So I started when I came here, and I grew vegetables for taste mostly, than anything else. Right. But then little by little, you know, I added more and more pots, and so it's pretty nice to grow your own vegetables. And, you know, it's healthy. I grow it without any pesticides or things which are not very organic and natural. It turned on to be a very nice hobby. Yeah, you caught the bug. Yeah, exactly. I caught the bug, as you say. And it's also a nice kind of way to get more maybe interesting vegetables to your kitchen, things which you can't find at a store or in the market. Right. Yeah. We've got some pictures of your Instagram, Seeds in the City as well. and that shows off your garden, your little back garden. Yeah, and the balcony, in this picture, yeah. And it's good and full. Like, it really shows off what you can do with potted plants. You've got some echinacea here and lots of different types of lettuce and rocket, I think. Yeah, and mizuna, all sorts of these Asian greens, which are very nice in a fresh salad. So what's coming out of your garden right now? Well, right now we're not yet in a fully summer, mood or season. So the peppers and the tomatoes are really beginning, but there's a lot of herbs, some roots that you can still harvest. Of course, all the leaves you need for a good salad, everything is there already. And I'm expecting a lot of fruit later on. Strawberries and blueberries and blackberries and a lot of raspberries, both, you know, the yellow ones and the red ones. So there's lots more to come. Oh, and cherries. I have a huge cherry tree. If they don't all get eaten by birds, presumably. Yeah, now I know how to make sure it doesn't happen. It's actually not that hard. How's that? Well, you can cover the fruit with these tiny fabric bags. Right. And then it's fine. Or you can cover the whole branch, but the tree is pretty tall, and I'm not. So I did climb some ladders and try to make it happen a few years ago. That's also possible if you have the stamina for it. But otherwise, you can just, do it with a bunch of fruit and cover them with small bags. Right. Yeah, that's easy. Very good. I imagine a lot of people look at pictures like these. Sort of, it's very intimidating. So is it? Well, there's Why lots so? Of stuff there. I feel like all of this, you know, it ends up taking up a little bit of time, and it certainly takes some expertise to grow it all. Everything has its own manual to how to grow it and how to make it bear fruit. So have you got a tip on where to get started? If you want to, say you want to end up there with this, but you don't know where to start. What would be the beginning, you think? Well, I think there are a few things you can do in order to start very easy. First of all,
if you're feeling a bit intimidated about growing from seeds, you don't have to start from that, right? Right. You can just buy growing plants. You have these cute things, peppers, and also little tomatoes that you can, you know, buy a plant which is already fruiting from your local garden center and just plant it, and it will give you more and more fruit for the rest of the summer. And yeah, it's more like of an instant vegetable garden type of thing. You have starters, which are little seedlings, let's say of lettuces or beets and things like that. Then you don't have to make sure they germinate and go from seeds. But actually, if you do want to try something very simple from seed, you can always try something like radishes. And you get the radish itself, of course, but if you wait a little longer, the radish will flower, especially now when the days are longer, you know, when the weather is warmer and nice. And then you get cute flowers. This is specifically a daikon. It's a Japanese radish, and it's a purple kind, so the flower is also purple. Usually they're more white or pink. And you have also these cute seed pods. And this will give new radish seeds later on when the plant is dry. But for now, you can harvest it and eat them next to your birche as a snack. It's pretty nice. And these are something, yeah, you can't buy it anywhere. You won't get it unless you grow it yourself. So I think it's a pretty good incentive. And they're super easy to grow, really. Just forget about them. Yeah, exactly. And they're other stuff which are very nice also. For instance, if you like to drink herbal tea, like I do, one of the most obvious choices would be to grow mint, right? Mint tea goes everywhere now. But you have things like lemon balm. Also, you can just buy the plant. It doesn't need much attention or care. You just water it and it's fine. You cut some leaves, put them in boiling water, and you have nice lemony tea. Chamomile, if you like chamomile tea. These are the flowers. They flower now in summer. Yeah, because chamomile is one of these flowers you'll find in the wild all over as well. So yeah, that exactly. Needs no care whatsoever. Speaking of plants which sort of take care of themselves, forests are full of plants that take care of themselves. And in the Meerwijk here in Leiden, we have a food forest that I'm sure you've heard of. And my co-conspirator Grace went there for a brief report. Hoi Tim. Hallo. We zitten hier in het Voedselbos Meerwijk. En nou, het Voedselbos zien we op de achtergrond. We gaan zo meteen een rondje lopen. Kan jij eens vertellen, wat dit doet Voedselbos? Hoe komt dat zo? Ja, dat is zo'n 5 jaar geleden begonnen toen ik dit vreemde idee kreeg. Dat ik dat in Nijmegen had gezien, dat was al wat ouder. Toen dacht ik, wauw, een bos waar je doorheen kan wandelen en waar je overal ook van alles nog kan eten. Dat zou ik ook wel willen. Oké. Ja. Kan je ons een beetje vertellen wat er zoal staat? Ja, er staan hier ontzettend veel eetbare bomen en struiken. Ik denk, zo ongeveer 200, 300. Wauw. Eetbare, ook heel veel die niet direct eetbaar zijn. En uit alle windrichtingen. We hebben gekeken naar wat is er eetbaar uit Noord-Amerika, uit Azië, wat het hier goed doet. Dus in die zin is het ook een soort van botanisch experiment qua eetbare soorten. Ik zie ook heel veel brandnetel. Kan je daar iets over vertellen? We hebben al een keer een recept in de uitzending gehad voor brandnetelsoep. Ja, ja. Ja, dat was voor sommige mensen in de wijk ook een beetje een shock. Van, goh, wat moeten al dat onkruid hier? Maar ook voortdurend het verhaal verteld dat we zij bewust toelaten. Omdat ze echt pioniers zijn om het bos ook omhoog te krijgen. Want we hebben heel veel bomen en struiken geplant. Die willen niet in de volle zon en de volle wind opgroeien. Dus die hebben juist baat bij die luwte tussen die brandnetels. En ja, die brandnetel die trekt ook
ja, vlinders aan en dat is ook heel voedzaam, dus we eten hem ook. Ik heb er laatst nog een bier van gemaakt. Maar er zijn ook mensen die er soep van maken en er is ook iemand hier in de wijk die regelmatig shampoo ervan maakt. Oh, wow. Dus het is een hele nuttige plant voor het voedselbos. Ja. Ja, ja, en dat is ook voor ons. Als je in je tuin een voedselbos zou willen aanplanten, dan is het goed om te weten dat je planten die verschillende levenscyclus hebben en ook verschillende lichtbehoeften, die kun je heel dicht bij elkaar planten. Dus dat betekent dat je dus groenten met verschillende lichtbehoeften, die kun je dicht bij elkaar zetten. Maar daarbij kun je ook bessen en noten en fruit, omdat ze allemaal verschillende levenscyclus hebben, die horen bij elkaar. Okay. Alleen is wel de bedoeling dat je met ze gaat werken. Dus we hebben hier bijvoorbeeld populieren en wilgen staan. Ja. En hier groeit een nashi-peer hieronder. Ja. Die groeit langzaam in de luwte op. Ah, ja. En op een gegeven moment dan is de taak van de populier en de wilgen zit erop. En dan snoeien we die en dan voeden we de bodem met het organisch materiaal. En dan kan de peer de plek overnemen van de pioniers. Ah, oké. Okay. En in de tussentijd, ja, dan hebben we dus ook hier bessen en een hazelaar. Dit is een aronia, een appelbes. Oh ja. En hier is nog een Amerikaanse vlier. Nou, daar groeien aardbeien. We hebben hier al het eerste jaar aardappelen van geoogst. Oké. Okay. Dus dit is eigenlijk een soort van mini voedselbosje. Ja, dus je kunt echt op de vierkante meter kun je zeg maar het proces van het bos kun je benutten om voedsel te verbouwen. Ja. Als je nou vanuit wat je in het voedselbos hebt staan, zeg maar een top 3 van planten moet noemen die mensen ook in hun achtertuinen goed kunnen houden als eetbare plant. Je zei al de honingbes. Heb je ook nog 2 andere voorbeelden? Ja, ik zou zeggen de nashi-peer. Dat is een Aziatische peer. Die is rond, die is knapperig, die is heel aromatisch. Heel veel bloesem. Het is gewoon een prachtige peer. De honingbes is wel ook echt een hele leuke struik met lekkere bessen. Ja, wat zou ook nog wel aardig zijn. Ja, je hebt ook een Chinese kers, een Chinese kersenstruikje. Daar zitten de kersen net onder het blad. De vogels hier hebben die nog niet echt door. Ah, kijk. En die worden ongeveer 2 meter groot. Dus okay. Dat is ook wel een formaat waar de kinderen makkelijk van kunnen plukken. Oké, okay. Oh, dat is wel leuk. Ja, ja. En handig dat je dan minder concurrentie hebt met de vogels. Ja, Bij ons eten de vogels wel onze kersenboom altijd leeg. Ja, 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 nou, we gunnen het ze, maar... Ja, ik heb het idee dat de kinderen hier er nogal sneller bij zijn dan de vogels. Ah, kijk. Ja, dat is een goede kindertuinboom. Ja, ja, ja. Hartstikke leuk. Ja. Bedankt voor dit gesprek en de rondleiding en ook de inspiratie. En hopelijk nemen mensen er iets uit mee voor hun eigen tuin. Ja, dat zou mooi zijn. Well, that was something entirely different from your garden. Not so much potted, but very, very wild. Lots of nettles, which I didn't see so much in your garden, and lots of different stuff. And we've discussed some of these already, but there is very much more here on the table. And I think it'd be nice to discuss a couple of very easy things to grow, besides the chamomile, for instance. The different things that you can eat and the different ways you can get them. One in particular I like is onions. And onions, you can eat onions. Do you have onions in your garden, Etta? Yeah, usually I do. Any kind of particular onion or just your bog standard supermarket onions? No, mostly the red, purple ones. They're really beautiful. Yes. Nice flowers as well. Yeah. And we've got an onion flower here. Now this one is grown in particular for its nice flowers, but you can eat the onions, any type of onion you can eat. And you can also eat the flowers, because the flowers, they taste sort of oniony. They smell oniony as well, so you know they're onions. And they are lovely. You can put them in a salad, you can put them in your pasta. Would you like one? Do you dare? Well, I'll try. It will ruin your breath for the rest of the day, so you... Ever had an onion flower? No, they're nice. Yeah, very oniony. I usually take the flowers from the chives. Yeah, that's a pretty good mellow. Got a couple here. Yeah.
some chives I picked this morning. These are excellent in the salad. I don't think I've ever had a chives flower before. I find that this tastes better. Oh. You see? Those are very nice. It is nicer. Mm. I'm going to remember that. Yeah. Well, well, garden friends, you'll learn something new every day. Yeah. And this one is also garlic flour. It's a garlic flour. Yeah, but it's not opened yet. But actually, you have to remove them if you want some good garlic bulbs. So I removed it this morning. So it'll turn into something a little bit like but this. But it will open and look like that, yeah. But it'll ruin the garlic, the bulbs. If you let it flower, all the energy from the bulb goes to the pretty flower, and the flower later produces the seed as well. All these parts will have the seeds. So yes, if you want a good bulb, that's what we eat with onions and garlic, you have to chop the flower spike. Fantastic. And we've got some more stuff here. We've got, I wouldn't eat this. This is from a potato plant. Obviously very, very easy plant to grow. You just chuck a potato in your garden and then you come back next year and you'll be able to dig up the potatoes and boil them and eat them. We've got lettuce here. We've got a favorite berry of mine, the gooseberry, which is very easy to grow. You can't get it everywhere, but if you do have neighbors who have one, you can just ring their doorbell and ask them if you can't cut off a piece, put it in some water, wait until it starts to grow roots, put it in a pot or put it outside in your garden, and in no time you'll have your own lovely gooseberries. And we discussed those peppers, and I see some tomatoes as well, and they are just coming in season now. And they've been coming in season for a very, very long time, and very much longer than we've eaten them here in Europe, because, of course, tomatoes come from America. That's where our forebears found them. They brought them back to Europe, but they've been eating them there for a very, very long time. And one particularly very old tomato is what we went to investigate in the Natural History Museum Naturalis this week. Ik heb net eventjes gekeken bij een heel erg oud boek en daar zat een hele oude tomaat in. En Roxanne werkt bij Naturalis en die kan me daar meer over vertellen. Is dit nou de oudste tomaat? De oudste bewaarde tomaat. De oudste bewaarde tomaat, die klopt. Heb ik net gezien. Ja, en die zit in een heel oud boek uit de 16e eeuw. En zo'n boek, daar zitten allemaal planten in en dat heet dan een herbarium. Oké. En daar kan je de oudste bewaarde tomaat in vinden. En wat is er zo bijzonder aan een hele oude tomaat? Wat is er anders aan? Nou, om te beginnen, dat zal je vast opgevallen zijn, is die veel kleiner dan we ze nu kennen. Ja, de tomaat is ongeveer zeg maar zo vuistgroot. Ja, klopt, ja. Ja. Maar deze was meer zo. Was echt, formaat cherry tomaat. Ja, precies. Maar dat is dan weer een andere soort. Dat is een andere soort? Ja, dus dat is niet een gewone tomaat? Dat is... Nee, dat is echt, als je de stamboom ziet van de tomaten, dan bungelt die ergens verderop onderuit. Oké, en een gewone tomaat in de supermarkt, lijkt dat nog een beetje op deze hele oude oertomaat? Ja, hij is alleen groter en in Nederland vaak ook veel wateriger. Ja, ik heb wel eens gehoord dat ze het in Duitsland een waterbom noemen, die Nederlandse tomaat. Ja, wasserbommen. Ja, ja, ja. En deze, we kunnen hem niet proeven natuurlijk, maar die is smaakvol. Waarschijnlijk wel, ja, dat is moeilijk te zeggen, maar waarschijnlijk wel. Ja, oké. Okay. En hoe is die hier beland, weet je dat? Het is geen Nederlands herbarium, het is een Italiaans herbarium. Ja. Er is onderzoek naar dit herbarium gedaan en we weten nu dat het uit Italië komt. Het papier in het boek stamt uit 1555. Dat hebben we kunnen zien aan het watermerk. Mm-hmm. En dat papier komt uit Bologna. En dat is ook de locatie waar dit herbarium gemaakt is. Dus waarschijnlijk is deze tomaat in een Italiaanse tuin verzameld. Dus deze tomaat van oorsprong komt die uit Italië dan? Ja. Oké. Okay. Vrij snel na de introductie vanuit Zuid-Amerika. Hij komt uit Zuid-Amerika, zeg maar, eigenlijk. De tomaat wel. De tomaat komt uit Zuid-Amerika. Deze niet. Ik denk dat heel veel mensen dat ook niet weten. Dat de tomaat helemaal niet, want je zei Italië. Toen dacht ik, ja, oké, pomodori, Italiaanse tomatensaus en pizza's. Ja. Maar hij komt uit Zuid-Amerika. Komt uit Zuid-Amerika. Aha. En in rond 1540 is die geïntroduceerd in Europa. En dat begon dan in Italië? En Spanje, Italië, die regio. En dan is het zo verspreid. Ja. Wanneer is hij dan in Nederland voor het eerst gegeten?
Weet je, gegeten is moeilijk, maar vermoedelijk werd hij al vrij snel na de introductie wel gegeten. Maar deze waarschijnlijk niet, want als je naar de naam kijkt die bij die tomatencollectie staat, staat er geschreven in een soort van Latijnse manier, staat er pomum amorum, dus liefdesappel. Mm-hmm. Dat is heel romantisch, maar waarschijnlijk niet iets om te eten. Oké, okay. Waar werd je dan voor gebruikt? Weet je dat niet? Waarschijnlijk voor de sier. Voor de sier. Ja. Een soort van rozen in je tuin, maar dan tomaten. Nou, het ziet er natuurlijk wel altijd leuk uit, zo'n tomaat. En wat kunnen we nou met deze oude tomaat? Want hij ligt hier nu mooi achter glas. Ja, er is ook echt onderzoek naar gedaan. De DNA-technieken worden steeds beter. Dus er is echt ook DNA uitgehaald door een heel klein stukje van het blad te nemen. Uit dat oude boek is met een soort van pincet, zeg maar. Pincet op een manier zodat je het niet ziet. Okay. Is er een stukje blad genomen, daar is DNA uit gehaald met de allernieuwste technieken. En zo hebben we kunnen kijken van hoeveel wijkt het af van wat we nu kennen. En zo de stamboom van alle tomaten in kaart kunnen brengen. En wijkt het erg af? Ja, wel. De tomaten zoals we die nu eten, die zijn heel erg ziekteresistent. Ja, heel sterk plant wel. Ja, heel erg sterk. Maar waarschijnlijk de smaak wel een stuk minder dan destijds. Ja. Dus kunnen we dat nog uit dat DNA ook weer destilleren? Dat gaat niet. Dat kan maar, niet. We kunnen niet die mooie smaak weer niet op die manier. Zo werkt dat niet. Nee, jammer. En dat is wel jammer. Ik dacht een super lekkere 16 eeuwse tomaat eten. Maar dat zit er niet in. Maar je kunt natuurlijk wel kijken naar de varianten die wel zoveel mogelijk die eigenschappen hebben. En dan op die manier iets proberen. En lijkt een sherry tomaat er dan wel meer op of ook niet? Want die zijn natuurlijk kleiner en zoeter en zo. Ja, nee. Geen maar ook idee. Niet. Nee. Ook niet. Oh, jammer. Nee. Nou, oké. Ik heb een hoop geleerd. Ik vond het heel erg leuk. Ik ga zo nog even terug om even in het... Nou, niet te bladeren, dat kan niet. Maar nog even te kijken hoe die erbij ligt. Well, there you go. The world's oldest tomato. And what may it taste like if we ever do get to grow it? You've got tomatoes in your garden, don't you, Netta? I certainly do, every year. I know from experience that it is one of those plants that is very popular with kids. Yeah, for sure. And there are also many bush varieties, actually, which are super easy to grow, also in a pot, if you don't have a proper big garden. And the good things about these cute things is that, you just pick it like that, it comes right off, as you say, you don't have to pull. And so even little children find it very accessible. You know, the plant is small, it's not intimidating, you can reach it very easily, you just pull a tomato and you can have it, which is pretty great. The only thing you have to take care is that when they're very small, you have to teach them not to pick the green ones. Because, of course, they're a tad poisonous and you don't want to eat that. So you really have to just let them know. You have to pick them when they're ripe and red and juicy. That's a good life lesson, isn't it? Yeah, I think it's a good thing to learn early. Yeah. Yes, I feel like I've known it all my life because my mother had a little vegetable garden behind the house, when to not pick the tomatoes. I would very much like to grow tomatoes in my garden friends, but... for now, I'm not able to, and that is because there are a million stones in my garden that I've been pulling out for about 2 months now, and I'm still going at it. So here's an update from my back garden. Hello, garden friends. Welcome back to my back garden. It's still small, but there's a lot more room to walk around these days, as I've taken down some more of these dogwood trees. I can park my bicycle here now, but one thing that I have been pulling out of the ground alongside those dogwood trees, and of which there is still very much more to pull out, is stones. And these stones are just about half of what's here in this tiny little garden. It is street stones as well as bricks, as well as these gravel tiles and all sorts of things, really. And what to do with these? Some of these I may be able to give away, but a lot of it, especially these little bits, I don't think anyone's going to want that. But good news,
because I will be able to get rid of them in the near future. And you will too, if you send an email to jarenvandetuin@leiden.nl, see the email address right there, we will come pick it up for you. We will make an appointment with you, and we will come pick it up, and we will dispose of it for you. No charge, completely free, because we know that there are a lot of people who have stacks like this in their back garden, taking up space where you could put, well, a bush or some herbs, or maybe a little tree even. So that's what I'll be doing, and well, I hope that's what you'll be doing too. Thanks very much. Thanks very much, indeed. Long way still to go, but once again, garden friends, if you send us an email, this service for picking up tiles and stones, it's still being set up, but if you send us an email, we'll put you on a list to make an appointment with you to come pick up those stones. We'll do it for free, we'll dispose of them for you. So if you've had that big pile of stones in the back of your garden for a very long time and you want to get rid of it, now's your chance. We'll do it for you. Any stones in your garden, Meta? Well, yes, but I would say the proper amount. The proper amount, very good. And that does about wrap it up for this week. Natta, thanks so much for coming. Thank you for having me. Everyone, go. You can look up Natta at her blogs, her blog Seeds in the City, or your Instagram account, also Seeds in the City, yeah. And keep up to date with what's going on in your garden. And that's it for this week, and we hope to see you again next week. Bye-bye.